Heel goedemorgen, deze Markets Update verzorg ik voor BNP Paribas Markets. In aanloop naar weer een drukke beursweek deden beleggers op maandag het nog kalm aan. De belangrijkste indices bleven dicht bij huis en ondertussen blijft de olieprijs gestaag dalen, net als de Amerikaanse rente. McDonald's was met plus 4,5% een verrassende stijger, ondanks matige cijfers. En Tesla profiteerde van een analisten-update en klom 5,5% op. Apple liet ondertussen weten dat de AI-modellen die het gaat gebruiken voor Apple Intelligence. getraind zijn op specifieke Tensor Processing Units, ook wel TPU genoemd. van Google. En dat is een zeer duidelijk signaal naar Nvidia met haar zeer prijzige GPU's. In Japan begint de centrale bank aan de tweedaagse meeting. en naar verwachting gaat de rente iets omhoog. en zal het opkoopprogramma van obligaties worden afgeschaald. De Nikkei sloot licht in de min. De Hang Seng 1% lager en kwam ermee uit op het laagste punt in 6 maanden. En down under viel mijnbouwer Fortescue dik 9% terug. Een grote verkoper wil voor 1,2 miljard aandelen kwijt. En de Futures in Amsterdam draaide ondertussen op een redelijk onveranderde opening. En DSM Firmen zag de omzet over het tweede kwartaal met 7% aantrekken tot 3,2 miljard. Positief daarbij was de sterke autonome groei. De operationele winst verbeterde fors met 26% tot 513 miljoen en een en ander was boven verwachting. DSM-Firmenicht blijft profiteren van de synergievoordelen, welke over de eerste zes maanden op 95 miljoen uitkwamen. Enig minpuntje is de operationele marge, welke met een kleine 16% toch nog wel achterblijft bij de beoogde 22%. Voor de rest van het jaar verhoogt men dan ook de outlook. BP kon de netto winst op basis van vervangingswaarde iets verbeteren ten opzichte van het eerste kwartaal naar 2,8 miljard dollar. Opvallend is dat bij de divisie gas en low carbon energy een klein verlies werd geleden, dit door een eenmalige afboeking te waarde van 1,7 miljard. Men spreekt verder van een goed kwartaal waarbij de netto schuld verder werd afgebouwd, het dividend wordt verhoogd en er voor 3,5 miljard aan aandelen gaat worden ingekocht. En dan All Funds, dat zag de assets onder administration met 9% aantrekken over het eerste half jaar en dat gemeten op jaarbasis uiteindelijk kwam het uit op 1,5 miljard. Vooral bij vastrendende waarden zag men een sterke instroom. Netto kwam er 310 miljoen binnen en dat is een plus van 16%. Men is dan ook zeer positief over de huidige ontwikkelingen. Op de agenda vandaag economische groei uit Duitsland en de eurozone. We hebben consumentenvertrouwen uit de eurozone en belangrijke inflatiecijfers uit Duitsland. Vanuit de VS komen dan nog Case Schiller Huizenprijsindex, de JOLS vacaturecijfers en consumentenvertrouwen. Na beurscijfers onder andere AMD, Microsoft, Starbucks en PayPal. Bij de analisten zet Goldman Sachs en Barclays Philips op kopen, koersdoel 34 en 32, UBS zegt houden. Koerstoel 26,5 en Jeffries geeft een verkoopadvies op Philips met een koersdoel van 23,5. UBS zet Unilever op verkopen, koersdoel 47,5. En JP Morgan zet ArcelorMittal op kopen met een koersdoel van 27 euro. Morgen is er weer een Update van BNP Paribas.